President Chandrika Prasad Santokhi is maandag in de Nationale Assemblée ingegaan op verwijtingen van ABO-fractieleider Obed Kanapé. Het DNA-lid verwijt de president van partijdigheid in zijn besluitvorming over het beschermen van burgers. Het DNA-lid verwees naar een concessieverlenging in Brokopondo, ondanks protest van de bewoners, terwijl in Ikeri een vergunning werd opgeschort na protesten van bewoners. Het staatshoofd benadrukte dat hij geen concessies heeft ingetrokken. Men hier zegt namelijk dat de president, en dat zijn insinuaties, namelijk dat de president een concessie daar in Ikeri heeft ingetrokken. Meneer voorzitter, ik ga niet zeggen dat het een leugen is, maar het is niet waar. Meneer voorzitter, wat er gebeurd is, is dat de minister een groot stuk terrein heeft uitgegeven, minister van GBB. En daaromtrent zijn er klachtbrieven gekomen. Die klachtbrieven worden onderzocht. De minister heeft ruimte gehad om op die klachtbrieven ook te reageren. En uiteindelijk, na 3 correspondenties, heeft de minister gezegd dat ze verkeerd heeft gehandeld. Op basis van onjuiste informaties. En ze heeft het ingetrokken. Dat is aan de hand. De president gaf aan dat ten aanzien van Apura en omgeving het de minister van Natuurlijke Hulpbronnen is die een concessie heeft uitgegeven. Daarover heeft het staatshoofd een brief ontvangen van de districtscommissaris, die ook is ondertekend door dorpshoofden en bewoners die erop wijzen dat er een vergunning is uitgegeven in hun woongebied. Volgens de president wijst de brief erop dat het gaat om andere zaken dan in de vergunning vermeld staat. Daarvoor hebben we onderzoek nodig. De minister is gevraagd geworden om juridisch ernaar te kijken. En de minister van NH zegt, hij vindt op dit moment geen juridische grond om in te trekken. Nou, om meer onderzoek te kunnen verrichten, en dat heeft de minister ook nodig. Dat hebben ook andere ministeries nodig die advies moeten uitbrengen. Worden dan even opgeschort, zodat onderzoek met meer tijd en met meer zorgvuldigheid goed onderzocht kan worden en dan wordt er een besluit genomen. Dat is er aan de hand. President Santokhi vindt het onterecht dat er allerlei insinuaties worden gepresenteerd in het hoogste college van staat.